dat jullie gaan kijken. Geef deze video alvast. Hoeveel duimpjes omhoog? 5500. 5500? Laten we maar gaan voor de 2500. 2500? 2500 duimpjes omhoog. Ja, duimpjes omhoog. Papa, kom erin. Vond dat wel eens beurt, man. Waar kom je in? Je voeten vallen. Papa, even duwen. Ja? Ik heb ook wat leuks voor papa. Dat gaat ze mooi vinden. Lukt het een beetje? Nee, echt niet. Ik heb niet gekeken. Hé, hey, is het wel een eindje? Hoe is dat, Luzelle? 3. Tada! Ja, een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Ik schenk hier alvast mijn kopje thee in. En ik heb hier ook alweer een theezakje erin. Een kopje koffie staan. Het is 7:00 ochtends. Ik heb hier mijn kopje koffie en mijn kopje thee. En de kinderen die slapen vandaag uit, want het is weekend. Ja, en Daniel die slaapt ook uit, want het is weekend. Maar ja, weekend en uitslapen, dat kent deze kleine meid niet. Zoals jullie hebben gezien. Goedemorgen, Luxie. Nu ben ik al wakker. Ja, Luxie die was alweer vroeg wakker. Ja, dan ben ik natuurlijk ook automatisch vroeg wakker. Maar ik dacht, hé, ik ga er nou gewoon eens even lekker uit. Maar dan heb ik even tijd om even lekker rustig met een kopje thee. Een warm kopje thee. Een warm kopje koffie. En mijn schaal yoghurt op te eten. En eventjes lekker mijn planning door te nemen. Oh ja, en als jullie afvragen, Farah, hoe doe je dat dan precies? Dit is een beetje, dit was in december een week. Kijk, dit is een beetje, dit is de masjeplanner die ik van kerst heb gekregen. En deze gebruik ik dan hierboven, schuif ik dan een beetje de dingen die toe. Hier een beetje wat we overdag dan als een beetje doen. Dus ja, ik gebruik hem ook een soort als agenda, maar gewoon een heel makkelijk things to do agenda eigenlijk is het. Ook een goede morgen vanuit mij. Het is 9:00 geweest, ik heb even uitgeslapen. En toen kwam Lu allemaal wakker maken. Papa, papa, kom je ook gezellig beneden? En het is hier heel gezellig beneden. Goedemorgen, mijn duifje. Hey, goedemorgen, prins Luan. Goedemorgen. Bedankt dat je me wakker kon maken, jongen. Op deze gezellige uitslaapzaterdag. Hoi, oh, Alexie. Hallo, mooi spelen in de box. Een mooie box heb jij. En honden liggen hier voor pampers. Mama is een beetje planning aan het doen. En hier zitten de kinderen. Lekker telekids kijken. Wij gaan lekker naar de stad toe. We moeten even de schoenen van Luan ombruilen. Een paar vlogs geleden hebben jullie gezien dat ik schoenen op de gok had gekocht. Maar die waren niet helemaal goed. Dus we moeten sowieso eventjes goede schoenen voor Luan vinden. Ik ga mijn lenzen ophalen. Die zijn klaar. En... Daar zie je papa daar. Ja, papa is daar. Ja, we gaan boodschappen doen. Dat moet ook weer gebeuren. Maar we hebben ook een hele leuke challenge. Yes. Wat gaan we doen in de stad? We gaan voor elkaar kleertjes zoeken. Okay. Ja, Luan gaat een outfit uitzoeken voor Lucilla. En mama gaat een outfit uitzoeken voor papa. En ik... Papa voor mama en jij voor Luan. Ja. Dat is een leuk idee, hè? Ja. Ja? Ja. En dan misschien ook nog een klein outfitje voor Luxie. Ja. En dan gaan we niet aan elkaar laten zien wat we voor elkaar kopen. Pas als we thuis komen laten we zien wat we voor elkaar hebben gekocht. Is dat een leuk idee? Ja. En even naar de kruidvat make-up dingetjes kopen en voor jou nieuwe fotorolletjes kopen voor je Polaroid camera. Ja? Oké, okay, nou, let's go! We zitten in de auto en het is nogal een regenachtige dag. Dus normaal gesproken is het best wel druk op zaterdag. Geen idee of het nu misschien iets minder druk is. Dat zou misschien een voordeeltje zijn van de regen. Maar we gaan dus voor elkaar onze outfits kopen. Ik voor Daniel, Daniel voor mij en Luan en Lucilla ook voor elkaar. Maar we spreken wel af, jongens, dat het een outfit is die we gewoon dagelijks kunnen dragen. Goed? Ja, maar dat moet ik natuurlijk. Dus geen gekke verpleedkleren of allemaal poeha, maar gewoon wat je, waarvan je denkt, oh, dat zou hier wel leuk staan. Ja, of Lucilla alleen een zwembroek voor papa. Dat mag ook. Papa alleen een zwembroek. Ik heb alleen een zwembroek. Goedemorgen deze morgen. Het is hier lekker droog en lekker warm. Alles goed? Ja, lekker druk. Oh, mooi, ja toch? Ja? Betere tuin kan er niet. Zie je de chocolademelk? Yes.
Ja, jij mag zo jouw kopje. Doe maar op groen. Start. Yes. Dat is lekker warm in de buik. Ja, start. Het zo. Nou, op die Jean Luan. Gaan we beginnen? Nou, goedemorgen Mark. Goedemorgen. Nou, papa die kan niet laten. Hoe is mijn gezicht? Heel ver zie ik zo scherp als een adelaar. Maar Mark zegt, je gaat 39 worden. Dus je bent waarschijnlijk eerder toe met een lezer. Nou ben ik heel benieuwd, meet eens weten hoe papa's oogjes zijn. Ja. Als je de andere kant op leest, rechts naar links. Oh, sorry. RDZTO. Heel mooi. Dus je zo blijft kijken. Maar is het dan zo nog heel veel slechter? Oh, wazen. Gekke papa. Papa. Oh, dat is een lekker wazen. Papa kan bril moeten. Nee, maar het is leuk om. Dat is hartstikke scherp. Ja? Perfect. Apart, geen eerste voor mijn ogen. Nergens geen last van. En dan is het een lekker wazen. Nou, nee, hoeft geen bril. Nou, nu is het aangestoken. Nu wel, nu ook weer heb ik Adela's oogjes. Dan moet ik een leesbrilletje of een verzenbrilletje. Een huis. Goed zo, Tom. Wow. Goed voor jou. Nou, is het geslaagd, Mark? Je hebt ook scherpe oogjes. Nou, Mark, dankjewel, meneer. Graag gedaan, tot ziens. Ja, en tot gaan. Tot de volgende keer. Je bent een kwart sterker. Ja. Maar moest je dan doorgaan met borstvoeding, want dan is misschien over een half jaar weer een kwart sterker. Ja, maar of kan dan weer een kwart minder. Ja, het kan soms een beetje wisselen, maar. Net als de beurs. Nee, zo is het niet. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Dankjewel, hè. Zo, make-upjes aan. Mama en Lucille, als make-up is aan. Nou, Luan. Kijk, we hebben een actie. De wasmiddel is op. Dus daar moeten de wasverzachter mee. En welke geurtjes waren lekker? Deze vond jij, Lucille? Heel lekker. En die blauwe. Oh. Oké. Okay. En deze ook nog mee. Kijk eens. XXXL. 100 wasbeurten. Voor maar een tientje. Nou, doe die open in de wagen. Kunnen we 1000 keer wassen? Of 100 keer wassen? 100 wasbeurten, mama. Kunnen we 224 wassen? Nee, 100 wasbeurten. Kijk eens, XXL. Een reuze van mama. Zo, nou, hè? Ja, en mama was 100 keer per week. Prima, papa 1 keer per week. Nou, wassen we ons weer. Nou, Leon, gaan we even kijken welke maat je nou dan hebt. Mama had op de gok meegenomen met je zus. Dan kom je in, de voeten zijn nog groter. Hè? Zo, waar zijn we aangekomen? Ja, in de Primark. We hebben allebei hebben kinderen een eigen tas. En dan gaan we dus kleren kopen, maar niet van elkaar spieken. Wij staan in de lift en wij gaan naar de jongensafdeling voor papa en voor Luan. En Luxie is wakker, dus die kan meedoen. Ja, ga maar. Nu snel naar de kassa. Nou, Luan, wij staan op de vrouwenafdeling. Ja. We beginnen voor mama. Ik heb hier opgeschreven: mama heeft maatje 36 of S. Lucilla heeft maatje 104. En ons baby Luxie heeft maatje 74. We gaan voor mama beginnen. Ja? Ja. Oké, okay, let's go. Wat is mooi voor mama?
warme jas, ja. Ik denk een kledingstukje, dat is wel leuk. Hè? Even doorkijken. Zoveel voor vrouwen, hè? Zie je dat? Dat is al 10 keer meer voor vrouwen dan voor mannen, zie je dat? Dat vind je mooi. Oh ja, dat is wel een heel leuk trui. Dat is wel echt mama. Weer goed te zien. Nou Luan, je hebt de eerste uitgevonden van me. Dit is de maatje 34-36. Ja. En die kost, hoeveel? Wat staat erop voor cijfer? Een? Wat staat er voor cijfer op? Een? 8. 8 euro. Luan zegt hier, dit is niet helemaal mooi zo. Kijk, mooi truitje. Ah, dat gaat ze mooi winnen. 38, 34. Kijk, mama heeft maatje nummer 36. Nee, is haar maatje. Doe maar in de tas. Gaan we nu op zoek voor Lu? Silla. Oh, niet spieken hoor. Lukt het een beetje? Nou ja, doeg. We zijn hier volgens mij op de maat gekomen van Lucilla. Wat zie je daar nu aan? Wat ziet jouw zus mooi in? Nou, een jurk. Ja. Maar die is voor luxe, zie je dat? Oh. Net al bij luxe smaken, dat is goed. Vind je die blauwe leuk voor luxe? Ja. Nou, neem je die blauwe mee voor luxe. Moet de allereerste maat zeker. Wat gaat er tegenover? Die rode. Dat is leuk. Ja, die voor luxe. En dan doen we zo'n rode voor. Maar wat vind je van deze? Nee. Ja, die is ook mooi. Vind je die mooi voor de zinnen? Ja, vind ik wel. Nou. Okie doe. Oh, Amazon. Nou, ik denk dat die niet zo leuk past. Of... Denk ik wel. Ja. Toppie, zeg maar, geslaagd. Geslaagd. En nu is het wachten zoals gewoonlijk op onze meisjes. Ellie? Ja. Hey, zo hallo, we zijn er weer. Oh, alles goed? Ja, Luan, zit hem zo. Is het goed gegaan? Is het goed gegaan, jongen? Deze. Ja, maar dat is toch niet voor ons? We hebben ook iets voor jullie zelf. Oh, ook iets voor jullie zelf. Hij is te groot, hè? Ze zijn te groot. Hey, Lucilla, daar ben je weer. Hey, Lucilla. Nee, dat is de volgende. Hey, vertel dan. Wij mogen nu niet kijken wat de juffrouw in de tas doet van de meisjes voor de jongens. En jij mag niet kijken wat ze doet in de tas van de jongens voor de meisjes. En papa heeft de tassen betaald. Ik heb niet gekeken wat ze in de tas hebben gedaan voor de jongens. Nee, echt niet. Ik heb niet gekeken. Is er zin in, hè? Zin, maak eens een luidje. Huh? Waar is er dan hier achter de kassen? Hallo? Hallo? Nou, kijk papa. Kom even dat onderroepen. Papa. Oké. Okay. Oh, daar! Hey, nou, even eens een handje. En daar gaan ze. Het is sneller, hè, mama? De lift is sneller, de lift heeft gewonnen. Maar de roltrap is mooi, hè? En we gaan even naar de visboer. Een lekker kibbelingetje eten. Nou, gaan we kibbeling eten. In het visrestaurant. Een familiebak. Blaas. Kijk, een servetje even voor je neer. Eet smakelijk. Dan leg je hem gewoon even op. Hoe is dat, Lucilla? Yummy? Yummy, yummy, zeggen ze. Dit is gezond. Ja, mami. Luxie. Luxie maakt nog een pinnenkoek. Maar is dit ook gezond? Nou, ja, de saus niet. Eigenlijk niet zo. Dus dat is wel. Is voor mama. En weer terug naar de auto. En daar is de peperbus, Luc. Kijk eens hoe hoog. Ja, ja, met de baby op de nek. Zo, Luxie komt even papa in de cockpit zitten. Papa gaat met Luan nog eventjes langs de Lidl, de boodschappen halen. Lucilla zit lekker filmpje te kijken. Dus Lucilla, Luxie en papa blijven hier maar. Nou, tot zo. Oh, je hebt een tas. Ja, tas. Nee, je hebt een tas, winkelmuntje heb je. Ja, winkelmuntje. Ja, zo bananen. Banaantjes, wat moet er nog meer, Luan? Appeltjes. Ja. Karretje gevuld, op naar de kassa. En nu? Ja. Nou, en we zijn weer aan het sparen voor de
vitamintjes. Alleen dan is er nog 5, dus deze moet je goed bewaren. En wie zit daar te toeteren? Wie doet dat? Wie doet dat? Dat mag niet, Luxie. Nee, dat mag niet. Hallo. Lucilla zit daar in de bioscoop. Hoi, Sil. Die was moe van de stad. Nou, ik heb de boodschappen. Mooi. Nou, even inladen. Ja, wij zijn weer lekker thuis. Daniel die laat even de honden uit. En zie je bij in? Ben je Luxie in de box? Ja. Luxie die staat hier heel vaak aan de box. En Luan die is nu erin gegaan. En dan wilt hij samen met Luxie in de box spelen. Ja, dat kan. Die gaan even lekker spelen in de box. En wat wel heel grappig... Wat wel heel grappig te zien is aan het verschil tussen mannen en vrouwen, Venus en Mars. Dit is de tas die Lucilla en ik hebben geshopt voor de mannen. En dit is de tas die papa en Luan hebben geshopt voor de meisjes. Deze is nog minder groot. Nee, we kijken niet. We hebben nog niet gezien wat er in de tas zit. Wij hebben niet gezien wat Luan en papa hebben gekocht en andersom niet. Dat gaan we zo meteen, als Daniel terug is van de honden uitlaten, eens eventjes bekijken. En ik ben ook heel erg benieuwd of alles past. En Lucilla, die heeft ook nieuwe sloffen van de Pramarkt meegenomen, ja, schatje. En die mondsloffen ben ik heel leuk. Ja. En dit zijn de nieuwe schoenen van Luan. En hij had dus echt nog een maat groter dan dat ik al had gedacht. Hij heeft nu maat 29. Voor mijn gevoel echt super grote schoenen nu opeens. Maar hij groeit ook gewoon heel erg hard. En dit zijn de lekkere schoenen. Lekker met een bondje erin. En lekkere stevige stappers weer. Dus die hebben we ook even omgeruild voor die andere. Wat blijkt nou, Luan heeft een hoge wreef met zijn voet. En daardoor kreeg hij die draai in die laarsjes die ik voor hem had. Kreeg hij niet. Ook een maat groter paste niet. Wij zijn weer thuis van het shoppen. En het moment van de waarheid is daar gekomen. Ja. Wij gaan kijken wat we voor elkaar hebben geshopt. Ja. Wat hebben de jongens voor onze Bellingham-huis gevonden? Heel erg veel. Pak het eerste stukje maar. Een mama leuke rok, kijk. Ziet er zo uit. Een mama rok. Een rok? Ah, maar ik toch een broek? Nee, yes. Leuk. Mooi. Wat hebben we op die rok? Heel mooi, gevonden? Een rok. Net. Au. Een mama truitje. Netjes, laat eens kijken. Netjes. Ja, dat is jouw stijl, toch? Met een truitje, ja. Dat hebben wij samen gevonden, hè? Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Heel mooi, mama. Ja. Leuk. Zie. We hebben een Luxie ervan. Kijk, Luxie. Dit is de voorkant. En jurkje. En Lucilla. Kijk eens. Hoe vind je die? Nou, kijk. Die ziet er zo uit. Zie je die mooi? Vind je die mooi? Ja? Dat is je lief, lieve meisjes. Deze is voor Lucilla. Die onderbroeken, maar die zijn voor mij zeker. Of nee, is mij. Ja, oh. die heeft mama nog zelf het mandje gegooid. Mooi in de jongenszak gegooid. Nou Lucilla, zullen wij eens even laten zien wat we voor de jongens hebben? Ja, dit is wel leuk even het verschil te zien. Ja, dat de kan papa vertellen. De jongens hebben puur... vertel papa maar. Kan papa vertellen. Ik vroeg aan de kastjuffrouw, Lucilla en Luxie. Wat hebben de meisjes gespendeerd en wat hebben de jongens gespendeerd? Hoeveel hebben wij, denk je, uitgegeven, Luan, voor de meisjes? Hoeveel was dit? Dit was... 45 euro. Ja. En nu gaan we kijken wat de meisjes voor de jongens hebben gespendeerd. En dat was 50 euro? Nou, we zijn benieuwd. We zijn benieuwd wie je spaarzaam zit. Een Spider-Man voor Luan. Laten we eens kijken. Ik zie die heel goed. Een Spider-Man. Een Spider-Man voor Luan. Kijk, die kan veranderen. Ja, dat weet ik. Laat maar zien, Luan. Mooi. En deze streepjes. Die is voor papa. Nee. Een met streepjes voor papa. Hoe weet je dat ik voor streepjes hou? Kijk eens, Luan. Wat vind je daarvan dan? Zo. Ja, die is voor papa. Daar ben ik blij mee. Met korte mouwen. Ja, dat komt nog erbij. We gaan naar de zomer. Dit is de broek voor papa. Broek. Dat is de broek. Een mooie pantalonbroek. Wauw. En er komt... Wacht even hoor. Wacht even. Zo. Deze. Nee, die. Zo. Die. Deze komt eroverheen. Ja, en dan komt die er overheen. Zo. Zo'n pullover ding, zeg maar. Die komt er dan, dus dan heb je dat kraagje eronder. Zo. Maar, ja, heel verleidelijk was het. Voor de meisjes heb ik van de week natuurlijk best wel wat geshopt. Maar voor Luan had ik nog iets wat minder geshopt. Dus ik heb nog iets wat meer truitjes gewoon voor Luan erbij gehaald. Lu, kijk eens wat we nog meer van jou hebben. Ga maar zien. Meen je? Een blouse. Wow. Vette, coole blouse. Deze trui. Leuk.
Die trui. Ah, vandaar. Ik snap het verschil al niet leuk. Ik denk, hoe kan dat nou? Deze broek. Die is voor papa nog. Een blauwe pullover ding. Ah, dat kijk ik nu al. Vind je deze dan? En een broek. Leuk. Zo, wat leuk zeg. En nog deze groene. Groene trui. Voor jou. Nou. Ja. Maar nou snap ik het. Wat hebben de meisjes denk je uitgegeven, Lucilla? Nou snap ik het wel. Jullie hebben veel meer gehad. Ja, we hebben voor jullie gehaald. Dus dat is het verschil. Maar de meisjes hadden 88 euro gespendeerd. Dus wij zeggen dankjewel. En we gaan het even passen. Ja, nou we klippen weer de vingers en dan hebben we de outfit aan. 1, 2, 3. Tada! Dit zijn de outfits geworden. Ja. We gaan nu even goed kijken hoe het er allemaal uitziet. Goed? Ja. Dit is vaders outfit. Die ik voor hem heb uitgezocht. Maar... De broek past niet in de heupbreedte. Die is een beetje... Deze mooie zwarte broek nog. Ja, de broek past niet helemaal goed. Maar ik vind het, daarboven vind ik het best wel leuk eruit zien hoor. Zo'n blouseje met dan zo'n blazer erover. Wat vinden jullie ervan? Leuk. Goed gelukt? Hey, ja? Oh, dit is Luan. Wat vind je ervan, jongen? Zelf ook wel leuk. En ik kan het zelf veranderen. Oeh, oh ja. Dat is een schild. Stoer, jongen. En je broek? Ja, de broek die... Dat is een goede zwarte broek. Je hebt een groene broek, hè? Maar ja. Die heb je even niet aangedaan. Ja. Hartstikke goed, jongen. Ben je er blij mee? Mm-hmm. Lucilla goed uitgezocht? Ja. Goed zo. En dan gaan we nu naar... Lucilla! Dit heeft Luan voor Lucilla uitgezocht. Ja, wauw, Lucilla. Luan en papa, hè? Hé, hey, Lucilla, draait de jurk ook? Ja. Wauw. Goed gedaan, hè? Hartstikke mooi. En nu Luxie. En dit is Luxie's outfit. Luxie die heeft, ik zei al, het is alleen een zomerjurkje aan. Dus ik heb er een rompertje over, ze heeft nog een broekje aan. Maar het past precies dit jurkje, Luxie. Een mooi blauw jurkje. Goed gedaan. En nu onze mooie mama. Kijk. Ja, dat kan je afhalen. Ik vind die sokken heel schattig. Een legging nee, niet, dat waren we niet in Luan. Nee, dat, kom maar eens, dat is maar een schattig nee, en ik zou mezelf nooit zo'n kort rok, ik vind het echt kort. Ja, dat vonden Luan ik mooi. Ja. Maar we hadden eigenlijk ook nog zo'n CNA hemdje gezien. Dat is Luan die is mooi, maar die wil mama helemaal. Zo kort? Nee. Dan zou ik een beetje een grote maat kunnen. Ja, dus deze was nog wat langer dan die andere, die we hadden gezien. Dus hopen dat je er blij mee bent. Ja. Hopelijk vonden jullie dit een leuke familie-challenge. Wij vonden het zeker een leuke uitdaging om voor elkaar kleren te kopen. En leuk om te zien wat het eindresultaat was. Ik was daar juist tegen Luan en papa. Oh, dat was een heel origineel, leuk, apart idee. Had je het verteld in de kassenjuffrouw? Ja, ze zei van waarom moeten we dan in de jongenstad en eentje in de meisjesstad? En dan worden bedragen beter. Dus maar ja, heel erg leuk idee, mama. Wij gaan lekker eten en bad in de bed. Leuk dat jullie erbij waren. Vond je het nou weer een leuke video? Geef deze video een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube-kanaal voor onze dagelijkse vlogs. En even op het belletje klikken. We zien jullie morgen weer. En oh ja, nog één ding. Vergeet niet te stemmen op onze feed-nominatie voor beste YouTube-kanaal of beste vloggers. En we zijn gevraagd voor de... Zep Awards! Zep 2019 Awards. Links beste zetten van YouTube kanaal. De video. Ja. Bedankt voor het stemmen. Love you all. Doeg! Is lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.